Hooggeëerd publiek, welkom bij Theater Vonkenstein. Vanmiddag brengen wij voor u Roodkapje en de Wolf. Giezelen, lachen, gieren en brullen. Met een geweldige wolf en een allerliefste Roodkapje. Koop nu uw kaartje voor slechts 30 cents. Over 15 minuten aanvang voorstelling. Die allerliefste roodkapje, dat ben ik. Gewoon vergeten dat we nu al moeten spelen. Arend redt me, want hij brult naar beneden. Pap, Rosa moet optreden. En opmiddellijk duwt zijn vader een grote hendel omlaag en de zweefmolen vertraagt. Opschieten, opschieten, mompel ik. Want mijn stoeltje gaat veel te langzaam naar beneden. Zodra mijn voeten bijna de grond raken, spring ik eruit. Wankel even en begin te hollen. Als ik het paadje tussen de snoepkraam en de dikke dame neem, kan ik ongezien bij de achterkant van onze tent komen. Ik vind het stom dat pap ineens heeft besloten dat we vanmiddag de kindervoorstelling spelen. Dat doen we anders nooit als we op de eerste dag op een nieuwe plek staan. Echt iets voor hem. Hij bezint altijd van alles op het laatste moment. Dan denk ik van, huh, wat nu weer? De vorige kermis riep hij een keer vlak voor een van de voorstellingen... Weet je wat leuk is, Rosa? Als jij een dansje doet met de boze wolf. Kermisgangers protesteren als we nogal lomp een weg banen langs de schietend, de touwtje trek en de snoepkraam. We komen uit bij een attractie die nieuw is op de kermis: de steile wand. Een enorme ton waar een reus in zou passen. Op de buitenkant van de ton is een grote man geschilderd die op een rode motor zit. Zijn blonde haren wapperen in de wind. Manolito tergt de zwaartekracht op zijn motor. Staat er met sierletters ondergeschreven. Aan de zijkant van de ton is een lange, smalle trap. Als je naar boven loopt, kun je in de grote ronde bak kijken, waar de langharige blonde Manolito op een motor in volle vaart tegen de wand rijdt. En door de snelheid kan hij niet naar beneden vallen. Ik heb het al een keer gezien en vond het spannend. Eng en bijna niet te geloven. Zullen we hierin gaan? Stel Teunis voor. En dan horen we achter ons: Daar zijn ze! En Teunis slurpt mee. Kom, ik weet een goede verstopplek. We rennen langs de waarzegger, de kleuterdraaimolen en de kleine ijskar op drie wielen van Signor Salvatore, die in rap Italiaans zijn ijs staat aan te prijzen. Het is er al best druk, want ijs uit Italië is nieuw en iedereen wil het proberen. Ah, die Teunis! Wolter, je moet ons helpen. Klaas van de dikke dame zit achter ons aan. De soldaat grinnikt. <laughs> ja, ik heb het gehoord. Jij met je mattenklopper. Klaas is woedend. En met een grote grijns kijkt hij mij aan en vraagt: Hij probeerde onder jouw rokje te kijken, is het niet? En ik knik. Bij kermisvolk gaan de roddels altijd snel. Wolter maakt met zijn armen een uitnodigend gebaar. Teunis, welkom in het panopticum en neem je vriendinnetje mee. Ik bloos, maar Teunis roept vrolijk: uh, Rosa is de dochter van de baas, je kunt geen betere vriendin hebben. En we komen in een hoge, donkere ruimte waar kamertjes omheen liggen die verlicht zijn. Er lopen veel mensen rond die zich vergapen aan de levensechte vertoningen. Het eerste wat ik zie is een opgezette beer. Het is een enorm afschrikwekkend beest die een mensenarm in zijn bek heeft alsof het een kluif is. Hij staat voor een decor van een ruig berglandschap en voor hem op de grond ligt een pop van een man zonder arm. Overal zie je nepbloed, alsof het iemand met een tuinslang heeft rondgespoten. En op een groot bord staat... Ludovicus Woesthoff trad al jaren op met Minka de dansende beer, tot Minka hem op een noodlottige dag aanviel. Woesthoffs arm werd afgebeten. Omstanders sleurden hem nog net op tijd weg voor de gruwelijke bek van Minka hem nog ernstiger kon toetakelen. Anders was ook de rest van het lijf van Ludovicus Woesthoff ten prooi gevallen aan bloeddorst van dit monster. We lopen door naar de kamer ernaast. Daar steekt een grote boot half uit de grond tussen namaakgolven en ijsschotsen van karton. Het is allemaal een beetje klungelig gemaakt. Oom Gerrit zou het veel beter kunnen. De ondergang van de Titanic op 15 april 1912 zien we op een bordje ernaast staan. Uit de golven steken handen en armen omhoog van mensen die aan het verdrinken zijn en radeloos om hulp roepen. Ook daar geloof ik niks van. De uitleg lezen we niet, want we kennen het verhaal. Pap heeft er zelfs over gedacht om er een voorstelling van te maken, maar dat was toch te ingewikkeld met zo'n grote boot op het toneel. De echte Titanic was meer dan 250 meter lang en er werd gezegd dat de boot nooit zou kunnen zinken. Nou, dat viel mooi tegen, want het schip voer midden in de nacht tegen een ijsschots op, scheurde open en zonk. Er waren niet genoeg reddingssloepen aan boord, waardoor meer dan 1500 mensen verdronken. Ik ben ook in april 1912 geboren, zeg ik tegen Teunis. En als ik jarig ben, zeggen mensen vaak tegen me dat toen de Titanic zonk, alsof het mijn schuld is. En Teun grinnikt en zegt: ja, dan ben je nu 13? Bijna 14, antwoord ik. En hoe oud ben jij eigenlijk? 18. Hmm, zoveel schelen we dus niet. We lopen door en zien in de volgende kamer. Een smal, smerig gangetje met zijwanden van opgestapelde zandzakken. Op de grond zitten een paar namaaksoldaten met een geweer in hun hand of een tinnen etensbakje. Een van de mannen heeft een groot verband om zijn hoofd en bij de ander ontbreekt een been. Op het bordje staat... De Grote Oorlog. Van 1914 tot 1918 was bijna heel Europa in oorlog. Gelukkig bleef ons land neutraal en deed niet mee. Hier zien we soldaten in een loopgraaf. Van hieruit schoten zij op de vijand. vele mensen raakten gewond of vonden de dood in deze afschuwelijke oorlog. Een teunis wijst naar de helmen die de soldaten op hun hoofd hebben. Kijk, dat zijn de Engelsen. Die hebben van die bolle helmen. En onverwacht duikt er een andere soldaat achter ons op. Het is Walter die ons komt waarschuwen. Uh, Klaas staat nog buiten met nog een paar jongens. Ze weten dat jullie hier binnen zijn. Ik heb gezegd dat ik even moest kijken of het niet te vol is. En hij wijst naar de Titanic. Daarachter kunnen jullie ongezien wegkomen. En hij loodst ons langs de nepgolven en ijsbergen naar de achterkant van het schip. Daar maakt hij een smal deurtje open. Teunis legt een hand op zijn schouder en fluistert: Dank je. Vriend, en samen glippen we naar buiten en verdwijnen achter de luchtschommels.